En ik kreeg gewoon een pakketje binnen. We gaan zo een video opnemen. We hebben net onze video opgenomen. En het is echt, echt heel leuk geworden. Ik hoop dat de video ook heel leuk wordt. Het is woensdag en we zijn nog niet zo lang uit bed en ik kreeg gewoon een pakketje binnen. Ik kreeg dit rokje binnen van America Today en die ga ik zo gelijk aandoen, want het is echt perfect weer ervoor. Maar het leukste stuk is, ik heb hem ook in het klein voor Sarah binnen. Ze heeft hem net wel geprobeerd, hij is iets groot nog voor haar. Even kijken of ik daar iets op kan verzinnen, misschien dat ik iets met een elastiekje of zo, dat ik hem iets naar binnen doe of met een speldje. Want ik kan hem wel maat kleiner gaan bestellen, maar dan passen hem in no time meer. Maar goed, wij gaan dus vandaag onze matching rokjes aan doen. Helemaal leuk. Zo, we hebben ons aangekleed opgemaakt en het is zo leuk. Kijk, onze rokjes. Dus de rokjes zijn van America Today. Ze heeft een hemdje als topje. Ik heb een... Is geheim. Nou, dat maakt niet uit. Ik weet niet, volgens mij is die van Warehouse, maar ik weet het niet. En ik heb... Toen sandalen aan. En we gaan even naar de supermarkt. Even wachten, mop. Nee, ik wil lang meer. Ja, maar dan moet je er juist niet meer over hebben. We gaan zo een video opnemen. Maar ik had daar alles voor in huis. Maar Marco heeft wat opgemaakt. Dus dat ga ik even opnieuw kopen nu. En dan gaan we die extra video schieten. En ik denk dat... ik denk dat ik die dan vanmiddag online ga zetten. Voor jullie vanmiddag. Dus dan zal die rond 1 uur. Ja, dat moet lukken. Dus dan vanmiddag rond 1 uur kijken voor wat we allemaal gaan doen. Maar het gaat wel heel leuk worden. In ieder geval, dat hopen we. Hallo, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe en extra video. Wij gaan vandaag... We hebben net onze video opgenomen. En het is echt, echt heel leuk geworden. Ik hoop dat de video ook heel leuk wordt. Ik baalde alleen. Ik was met twee camera's aan het filmen. Mama, wat is dit? Een meter, denk ik. Nee, maar... Afstand. Kan dat? Mijn haar is ontploft trouwens. We hadden shirtjes aan. Om ons kleding te beschermen. Maar nee, die gingen erover. Ik heb geen F. Ik ga zo met je kijken. Maar bij het eerste stukje was dus één camera uitgegaan. Dus die heeft niet gefilmd. Nou, ik denk dat de video alsnog heel leuk wordt. En dat je het alsnog allemaal begrijpt. Maar ik baal wel, want het was nog leuker bedoeld. En dan lukt het niet helemaal. Nee, afstand is het ook niet. Kijk. Ik ga zo kijken. Ik ga zo kijken. Ik ben even iets aan het vertellen. De rest van de video kunnen we pas over 2 of 3 uurtjes opnemen. Dus Mila stond net voor de deur, net voordat we gingen opnemen. En of ze met Sarah kon spelen. Wil je nog naar Mila? Dan ga ik je even daar naartoe brengen. Oh, ik heb echt... zoveel gedaan. We zijn de hele tijd heen en weer gelopen. Natuurlijk naar de boodschappen. We hebben die video gedaan. Sarah wegbrengen. Sarah wil ophalen. Sarah wegbrengen. Noem maar op. Ik heb aan de verbouwing gedaan. Het is zo heet. Mark kwam met thuis. Dus eerst met Sarah. Dus ik zei, ik ga gewoon even op bed liggen. Niet slapen, maar gewoon even liggen. En ik heb shirt uitgetrokken. Want echt met shirt in de slaapkamer is niet te doen. Ik moet zo gaan koken. En daar heb ik echt zo geen zin in. Ben al heel de week heel braaf aan het koken met deze temperaturen. Maar dan is het zo heet. Oh, wat was het koken warm. We hebben gegeten, nog even gezeten. Daarna ging ze aan de bed. Dus ik ben ook even gaan douchen. Even aan het topje aan. En dan voel ik me weer wat frisser. Het is nu ook wel aardig aan het afkoelen weer. Dus het is... nu minder warm buiten, maar binnen wordt het gewoon, ondanks alle luchten en het obsessief die warmte buiten houden, steeds warmer. Ja? Welke hoogte moet je komen? Oh, ik kom eraan. Wij gaan weer dark verder kijken. Ik heb net de video van vanmiddag zitten editen. Die ga ik nu renderen en ik denk dat die wel heel leuk is geworden. En die komt zo om 1 uur online. Dus ik weet niet of ik dat verteld had. Maar goed, dus over een paar uurtjes kan je hem zien.
Ja, het was heel leuk om deze video op te nemen. Maar ik denk dat de video zelf ook wel heel leuk is geworden. Dus ja, laat onder die video of onder deze video even weten wat je ervan vindt. En Marco was net al naar bed gegaan. Deze video moet nu nog even een tijdje renderen. Dus ik heb niet echt zin meer om iets anders te doen. Dus ik denk dat ik nog even tv ga kijken zolang deze bezig is. Echt zwaar vervelend trouwens. Ja, volgens mij stelt hij het helemaal niet scherp. Maar, ik had het licht van mijn telefoon even bij. Dit zijn de muggenbulten van gisteren. Maar ze trekken dus gewoon niet weg en ze blijven jeuken. Oh, mijn video staat eindelijk online. Het heeft echt even mogen duren, zeg maar. En het is uiteraard weer veel en veel te laat. Dus ik ga de vlog afsluiten en lekker mijn bed in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En als je niet geabonneerd bent, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen graag weer. Doei doei!